Van harte welkom op het allerleukste YouTube- en podcastkanaal voor ondernemers, 7D TV. En leuk dat je kijkt of luistert. Um, mijn gast is actief in de wereld van start-ups, venture capital en tech. Uh, en vooral ook voorvechter van meer diversiteit in die wereld. Uh, en ze is mijn gast, investeerder en onderzoeker Eva De Mol. Welkom bij 7D TV. Eva, van harte welkom. Dankjewel. Um, ik begin even met drie korte vraagjes vooraf. Zo dilemmaatjes. Even opstarten. Ik oh, okay. heb het verzonnen. Ja, dat altijd, is altijd, altijd grappig. Uh, investeren of onderzoeken? Investeren. Uh, wat heeft meer invloed op succes bij een start-up? Het idee of het team? Team. Oh, Dat is ook geen twijfel. Nee. Uh, als ik nu 100 miljoen moest investeren in een bedrijf, wat voor, wat voor bedrijf zou je dan kiezen? Dat was toch een dilemma? Jij kwam toch met twee... Nee, er was twee dilemma's en één open vraag. Je hebt 100 miljoen. Jezus, dat vind ik wel echt een hele moeilijke vraag. Wat voor branche? Nou pakken? ja, um, ik denk toch uh, klimaattechnologie. Want? Ja, dat is gewoon zo nodig. Als je kijkt naar uh, de huidige uh, situatie met onze planeet en hoeveel geld er ook nodig is om gewoon een stukje dichter bij die klimaatdoelen te komen, dan mm -hmm. denk ik dat dat wel echt key priority is. Um, waar ik tussen twijfel dus, we investeren ook veel in de future of work. Dus je ziet natuurlijk werk ontzettend veranderen, de shift naar remote, maar ook um, het uh, reskillen van mensen wordt ontzettend uh, belangrijk en steeds belangrijker omdat de hele ja, arbeidsparticipatie... Eigenlijk aan het veranderen is. En met reskillen bedoel je in feite dat het niet meer zo is dat je op je, je 25e ben je afgestudeerd en dan ben je ja. iets, dan doe je de rest van je leven, omdat je zeg maar, in de loop van je leven wisselt. Ja, veel dingen. meer wisselt en uh, vooral uh, de transformatie naar digital skills. Hmm. Is dat niet geregeld? Nee, nee. Nee, echt niet. Nee, en er um, zijn natuurlijk ook een heleboel banen. Ja, dat klinkt heel hard, maar die um, gewoon minder nodig zijn nu, omdat ze worden overgenomen door technologie. En uh, wat je wel kunt doen als werknemer, is um, ja, je mensen dus omscholen naar die banen die juist wel heel erg nodig zijn. We hebben hm. veel meer mensen nodig op het gebied van uh, cybersecurity, um, ja, ICT. Dus ja, ja. daar ligt echt wel een hele grote markt en daar zie je wel uh, ja, nu ook veel ontwikkeling in op het gebied van start-ups. En uh, ja, ik denk dat je met 100 miljoen daar ook wel een heel eind zou komen. kun je best wel doen toch? Ja. Um, wat jij schetst, is eigenlijk een taak ook voor onderwijs, hè, denk ik nou, met als ik zoiets naar je luister. Dan denk ik van dan kan je niet vroeg genoeg mee beginnen met deze change ja, ja, absoluut. toch. Nee, dat is ook zo. Maar ja, dan gaat het gesprek denk ik een andere wending nemen. <laughs> ik denk dat we als Nederland echt veel te weinig investeren in die uh, 21st century skills um, ja. op de basisscholen ja dat gebeurt gewoon bijna niet. Als je dat vergelijkt met het buitenland, de US, Frankrijk, dan lopen we ontzettend achter. Met als gevolg dat je eigenlijk mensen aflevert die gewoon niet klaar zijn uh, om in de banen van de toekomst te starten. Mm. Mm. Ik vroeg investeren of, onderzoek, of uh, onderzoeken, toen zei hij vrij snel investeren. Maar jij bent ook. Ja, ja ik vond het wel moeilijk hoor. Ja. Ik, nee, ik ben uh, wetenschapper, dus ik ben gepromoveerd en heb echt met heel veel plezier uh, onderzoek gedaan. En dat doe ik nog steeds. Tegelijkertijd, um, wat ik uh, lastig vond aan het onderzoek, is dat je um, ja, je product is een, is een publicatie. Mm. Een, hè, en die stuur je in naar een uh, peer review journal. Nou, dan wacht je eens een jaar. Of anderhalf voordat het gepubliceerd wordt. En dan staat het daar. En dan. Ja, ik kwam er dus heel snel achter dat niemand dat eens dus leest. Mm. Dus de, de eigenlijk. Ja, de impact uh, van je onderzoek is vooral. In ieder geval op mijn vakgebied. Hè, als je onderzoek doet naar ondernemers, naar teams. Dat, dan... Vond, dat miste ik wel. Dat er eigenlijk niks van al die bevindingen in de praktijk werd toegepast. Mm -hmm voor de paar mensen die jou niet kennen zeg maar uh, capital T dat is je bedrijf hè? ja ja dus we zijn een venture capital fonds dus we investeren in uh, software technologie start-ups um, op het gebied van klimaat future of work uh, web 3 um, educatie uh, hmm. en we investeren altijd vroeg dus wij zijn vaak het eerste institutionele geld uh, dus dat heet dan pre-seed of seed, dus mm -hmm. we hebben ook geïnvesteerd en investeren ook in bedrijven waar eigenlijk nog helemaal geen product is. Dus echt, start nemen, ja, we nemen echt heel veel risico, maar je koopt wel lekker goedkoop in. Dat is dan, nou bedel. Nee, ja, nou nee, ja, dat is dat niet per se altijd. Oh. Um, maar een start-up heeft er niet zoveel te zeggen als hij nog niks heeft. En jij stopt ja, erin, de, de, de markt is echt wel heel competitief, ja, en ja, en goede. Goede ondernemers die onderhandelen gewoon een hele goede waardering. Er is gewoon heel veel geld wat besteed moet worden, ja. zeg maar. Ja. Het geld klotst tegen de plinten omhoog. Ja, tegelijkertijd weten we ook dat dat geld er natuurlijk niet voor iedereen is. Nee. Uh, dus je ziet dat uh, ondernemers met uh, eerdere start-up ervaring... Uh, ja, toch wel vaak mannen met het goede profiel... dat het uh, voor die groep... Uh, ja, toch natuurlijk ook niet voor iedereen, hè, maar wel makkelijker is om aan kapitaal te komen... dan uh, bijvoorbeeld voor vrouwelijke ondernemers... of voor ja, niet-Nederlandse ondernemers. Mm -hmm. Dus Even... ik vind dat comment van het... want dat heb ik zelf ook heel vaak gehoord... van hè, het klotste uh, tegen het splinten aan... je hoeft maar die en die te bellen en dan heb je het. Ja, dat geldt gewoon niet voor iedereen. Jij zegt eigenlijk gewoon... blanke mannen hebben meer kans op geld... dan iemand die daarvan afwijkt. Ja, ja dat zeg ik niet uh, alleen. Maar dat is, dat, dat laat de data zien. Ja. ja. Kun je iets over die data vertellen? Uh, ja, dus we zien eigenlijk uh, in Nederland, maar ook uh, internationaal, dus dat is een, een trend die je over uh, alle landen ziet, dat ongeveer 2% van al het financieringskapitaal gaat naar vrouwelijke ondernemers en ongeveer 8% naar uh, diverse teams. Hm. Um, ja, en we weten tegelijkertijd ook uh, dat er ongeveer uh, ja, 30% van alle ondernemers vrouw is. Dus dat staat natuurlijk niet in vergelijking met die 2% mm -hmm. uh, die uiteindelijk maar de financiering ontvangt. Mm. Um, nou, en wat we verder zien is dat uh, zowel bias als netwerkeffecten daarbij een belangrijke rol spelen. Dus vrouwen worden uh, niet alleen tijdens een pitch, maar dat zie je ook in de gewoon jobinterviews. Um, anders bevraagd dan mannen. Dus waar vrouwen heel vaak backward looking questions krijgen, krijgen mannen heel vaak forward looking questions. Dus hè, bijvoorbeeld, uh, ik kom uh, bij een investeerder, dan zegt ze van nou Eva heel tof dat jij uh, die start-up gaat beginnen, maar goed, ja, wat heb je eigenlijk eerder gedaan? Want ik zie hier dat je nog niet eerder een start-up hebt gehad, uh, je hebt ook nog niet eerder uh, in het buitenland gewoond, dus ja, verklaar even hoe jouw cv matcht uh, mm -hmm. met jouw ambitie. Terwijl als jij komt, uh. dan zegt ze nou, hè, te gek dat jij er bent in die rol van uh, visionaire CEO. Naar welke landen ga je allemaal naartoe en uh, wat zijn je plannen? En dan in de beoordeling, ja, dan kom jij natuurlijk veel sterker uit de bus. Uh, dan ik, omdat ik alleen maar bezig ben geweest met uh, ja, verdedigen waarom ik daar nog niet ben. Terwijl jij jouw visie hebt mogen uh, vertellen. beetje dom, hè? Want je wil even uh, refereren aan je rol als, ons, uh, als uh, vanuit je onderzoeken is dat een. Team, uh, een bepaalde ja. samenstelling moet hebben. Wil het nou ja niet wil het succesvol zijn, maar laks dat bepaalde teams hebben meer succes dan ja. andere. Een schets die teams is die meer succes hebben, ja. want die kloppen niet met het verhaal dat nee in het dat, dat is het en dat was voor ja. mij ook zo verbazingwekkend toen ik uit de wetensch wetenschap kwam. Ik was echt verbaasd toen ik heen de praktijk keek wat er gebeurde. Nee, dus. Ja, complementaire teams zijn gewoon veel succesvoller. Dus als je complementair bent op het gebied van um, je achtergrond, uh, je geslacht, uh, cultuur, dan zien we dat die teams eigenlijk hogere uh, exits hebben uiteindelijk. Meer innovatieve ideeën produceren, um, betere besluitvormingsprocessen hebben, um, meer taakgerelateerd conflict hebben. Wat weer goed is voor uh, dynamiek binnen het team. Dus ja, als je naar de wetenschap kijkt en de cijfers, dan is het een no-brainer. En dat ja. maakt dit, vind ik, ook, zo'n um, ja, eigen vreemde situatie. Wat doen we eraan? Nou, ik denk heel bewust um, accepteren dat die. Bias en vooroordelen er zijn en dat iedereen die heeft. En want dat is namelijk interessant. Het is niet per se zo dat alleen mannelijke investeerders vrouwen anders benaderen. Dat doen vrouwelijke investeerders ook. Dus ik denk dat het heel belangrijk is hè, om tot een oplossing te komen om niet met een uh, vinger te wijzen, maar ons gewoon heel erg bewust te zijn: van iedereen komt met een bias een gesprek binnen. Ja. En uh, op het moment dat je daar bewust van bent, kun je ook kijken naar uh, hè, hoe kan ik die bias dan uh, omzeilen. Uh, bepaalde structuren inbrengen. Dus ervoor te zorgen dat je ook met een divers team um, investeringen beoordeelt en dat je ook open staat voor, um, hey, voor kritiek en feedback op uh, jouw beslissing. Um, en ik denk heel bewust kijken: oké, okay, naar welke events gaan we dit jaar? Waar gaan we ondernemers zoeken? Uh, hoe, hoe ziet mijn eigen team eruit? He, als ik zeg dat ik op zoek ben naar diversiteit, uh, heb ik dan zelf wel een divers team? Hoe ziet mijn website eruit? Nodigt het uit voor mensen die niet op mij lijken om ook een uh, gesprek met mij aan te vragen? Dus ik denk ja, dat er echt wel veel um, oplossingen zijn. Waar ik zo van schrok was dat uh, uh, het ook blijkt dat als we kijken naar producten en diensten, ja. dat die echt... Het is gewoon een mannenwereld. Ja. Uh, ik weet niet waar ik het las, maar het, voor, het voorbeeld van de autogordel. Ja, ja bizar, hè? je gelooft het gewoon niet. Nee, nee, dus die autogordels en het design van een auto wordt heel vaak ontworpen door uh, ja, mannelijke productteams. Um, en het resultaat daarvan is dat die autogordel, als je een ongeluk krijgt, dat het... Ja, dat die mannen dus beter beschermt dan vrouwen. Er is gewoon niet goed op de vrouwen gelet. Die hebben gewoon... Nee, maar er zat gewoon geen vrouw in het team om dat te testen. En zo zijn er echt inmiddels eindeloos veel uh, voorbeelden... dat je gewoon weet van oké, okay, ik weet gewoon zeker... dit kan alleen maar door een man zijn bedacht. Want ja, <laughs> voor mij werkt het niet. Nee. Uh, dit, dit is een discussie die al heel wat jaren ja. uh, uh, woedt. Ja. Uh, geloof jij in uh, dingen als uh, verplicht aantal uh, uh, vrouwen in, ja. in teams? Dus ja, geloof ik geloof daar, daar wel in. Omdat uh, wat jij zegt, dit speelt natuurlijk al ontzettend lang. Ja. Ik bedoel, als je Schiet dit... Niet hoort, nee, ik, de, hè, dat vind ik altijd mooi als um, voorbeeld Nelly Kroes. Die was toen ze in het begin van haar carrière zei, ze, nou ik ben tegen quota. En inmiddels zegt ze ook, ik ben ervoor. Want er gebeurt gewoon niets. En ik denk... Um, dat daarom het ook zo belangrijk is om wel uh, ja, verplichte aantallen en quota te hebben. Omdat je dan ook, als iemand zich er niet aan houdt, dat is het enige punt waarop je iemand kan aanspreken. Mm -hmm. um. Even die start-up-wereld in duiken. Want jij ontmoet er nogal ja. wat hè. Uh, dan hebben we het, de, de teams. Is, dat zei ik in het begin. Hè? Een team zonder enige ja. veel belangrijker dan het idee. Ja. Terwijl heel veel jonge mensen die staren zich blind op dat idee. Hè? Ja. Die zijn 90% van de tijd echt niet met ja. team bezig, want dat is namelijk toeval. Dat is namelijk mijn maat en ik. Ja, of zo. ja dat is niet zo. Ja, of een studiemaatje ja. of uh, whatever. Uh, ja. Daar wordt helemaal niet over nagedacht. Uh, alsof je gaat trouwen met iemand, maar je denkt eigenlijk niet na yeah. hoe de relatie in elkaar steekt. Uh, maar, maar jij zegt, uh, het idee is veel minder belangrijk yeah. dan het team. Uh, wat is er nog meer wel van belang? Ja, tuurlijk is een goed idee ook van belang. Maar wat is er nog meer van belang als ik als jonge gast nu zit te kijken en ik wil ook... Ja, de heel markt, graag... toch wel de marktgrootte. Yeah. Dus hoeveel mensen gaan uiteindelijk jouw product gebruiken? En dat, ja, dat is soms... Uh, ik zie ook veel uh, ondernemers en veel ideeën die ik persoonlijk echt super interessant vind maar waarvan ik denk ja voor ons model voor het VC model is het gewoon niet interessant genoeg of groot genoeg de markt? Want voor alle duidelijkheid, want dat is iets wat mij altijd uh, benieuwd. Niet alles hoeft een, volgens een vc model te worden. Je, absoluut kan, ook gewoon, je niet. kan natuurlijk ook gewoon een bedrijf starten ja, en omzet gaan draaien. Ja, nee, zeker, zeker. En ik denk ook dat voor um, het hangt heel erg van je uh, product af, van je dienst en van je eigen ook ambities. Uh, wat voor financieringsmodel bij je past. En ja, ja ik ben altijd heel open over dat. Het VC-model, dat is best agressief, wat er van je wordt verwacht qua groei. En ja. Um, ja, dat, dat, dan moet je in een markt opereren die daarbij aansluit, maar het moet ook bij jou zelf passen. Hm. Um, want ja, als die groeiambities niet waar uh, worden, dan stopt het gewoon. Hm. Het is ook best wel een harde wereld. Want hoeveel procent? Want hoeveel investeringen hebben jullie lopen? Uh, wij hebben nu 17 investeringen lopen. Um, maar ja, je weet als je naar de statistiek kijkt: um, nou ja, sowieso maar 10% van alle start-ups die, die haalt het, de rest faalt eigenlijk binnen drie jaar. Um, in 60% van de gevallen ligt dat aan het team. Dus dat is gewoon super, super belangrijk. En um, ja, wij komen best wel veel uh, founders tegen waarvan ik denk: oké, okay, ja, heel mooi idee, maar. Ja, ik denk niet dat jullie de juiste skills aan boord hebben om uh, die goede plannen uiteindelijk waar te gaan maken. Wat gebeurt er dan met zo'n jong team als je dat zegt? Want dat zeggen jullie dan, neem ik aan, dan gaat het niet door. Want het ligt aan jullie team samenstelling, wat niet goed is. Nou, ik zeg het dan vaak wel iets meer politiek uh, correct. <laughs> ja? maar... Ja, en nou, ik probeer het ook wel concreet te maken. Kijk, dat betekent natuurlijk niet dat het nooit niet gaat lukken. Maar um, ik denk wel dat het heel belangrijk is als team om een reflectie op jezelf te hebben. Van oké, okay, wat willen we gaan doen? Als we willen gaan schalen naar, um, naar de States, dan is het gewoon heel belangrijk dat je ook mensen in je team hebt zitten die daar ervaring mee hebben. Hetzelfde is als je bezig bent met echt een, uh, een technisch product en je hebt geen mensen in het team die technisch zijn, ja, dan is dat dan, dan mis je gewoon bepaalde ervaring die jouw concurrent wel heeft. En ja, ik zeg altijd, voor de meeste start-ups is gewoon tijd eigenlijk je grootste concurrent. En als een, um, een ander bedrijf dat precies hetzelfde doet wel die kennis in huis heeft, dan gaan die gewoon sneller zijn. Mm. Als jij terugkijkt, want jij bent zelf ook uh, um, ondernemer. Heb je nog wat lessen waar je nog wel eens aan terugdenkt? Dat je denkt, oh ja, die pas ik nog steeds eigenlijk wel toe. Ja, wel het, iedere dag. Ja, noemen we het. Ja, een paar. ja sowieso. Um ik weet dus ook he, dat je complementair moet zijn aan elkaar, dat het belangrijk is om divers te zijn, maar dat is niet altijd makkelijk, want dat betekent dat je dus met mensen in je team zit die het gewoon heel vaak niet met jou eens zijn en dat is best wel lastig. Dus dat is denk ik een les he, en sowieso in een partnership binnen een ondernemersteam van um, je bent, bent samen met een partner. Ik, ver, ja, ik vergelijk dat ook wel met een huwelijk. Het is het totaalplaatje uh, waarop je voor iemand kiest. En daar komen ook bepaalde eigenschappen bij kijken die je misschien wat minder uh, prettig vindt. Maar goed, dat is wel het totaalpakket. En ik denk, zolang als dat je gewoon een gedeelde visie hebt voor de toekomst, dat je dat ook voor lief moet nemen. Dus. Um... Is dat een complexer? Hoe moet ik het nou zeggen? Uh, een comp in wat complexere dynamiek als je met diversere teams werkt. Misschien is dat je met alleen maar een stel gelijkgezinden ja, zit. Zeker. Maar daardoor wel waardevoller als ja. dat lukt. Ja. ja, en dat is ook altijd, als mensen mij me zeggen, vragen van ook, het, het, het is één, één ding om, om iemand in de, bij je groep te nemen die niet op jou lijkt. Maar het echte werken begint natuurlijk pas van oké, okay, hoe zorgen we dan ook dat die persoon zich ook goed voelt in de groep en dat je ook daadwerkelijk het mm. voordeel krijgt van een divers team. Alleen maar een vrouw aannemen om van oké, okay, wat zijn we, wat zijn we nu divers? Ja, ja. dat werkt niet. Nee. Um, dus dat is denk ik eerste les diversiteit. Uh, het is ook gewoon hard werken, maar dat is niet erg. Hmm. Dat hoort, ja, dat hoort er gewoon. Uh, Nog meer lessen bij. uit uh, je verleden als uh, hardwikkelende ondernemer, niet alleen nu meer hardwikkeld hoor, maar... Nee, ja, ik denk... Nou ja, dat uh, succes is echt 1% vaak wat je ziet. Ook als je om je heen kijkt naar andere ondernemers, investeerders. Ja, ik denk dan altijd van, ik doe echt iets fout. Want iedereen, ja, die heeft het zo goed voor elkaar. Terwijl als je gaat... Uh, hè, gaat if you peel the onion, iedereen is gewoon snoeihard aan het werk. En ja. ik denk dat dat wel een... Um, dat zeg ik ook altijd tegen mensen die bij ons willen komen werken. Van, het lijkt heel glamorous, uh, VC. Maar dat is het echt niet. Het is echt... Uh, tenminste, ja, niet uh, voor mij. Het is gewoon ook heel hard werken, heel veel computerwerk, heel veel rapportage. Mm -hmm. Dus ik denk ook, ja, in een, dus een les denk ik voor mij is: uh, uh, in een baan is gewoon nooit alles leuk. Uh, maar ja, er is natuurlijk zoveel highs dat je daar ook gewoon uh, mm. door moet. En nou ja, der dat het gewoon samen ondernemen wel echt leuker is dan alleen om dus uh, ja de highs en de lows ook uh, samen te delen ja. ja en daarmee iets op te bouwen ja, ja. en ik denk toch ook uh, ja humor het ook allemaal niet te serieus nemen mm. tot slot zonder nou de rest er niet te doen uh, wat zijn op dit moment investeringen waar je wel heel enthousiast over bent of waar je denkt van nou, dit staat wel symbool voor uh, een bedrijf waar wij nu in investeren ja ja nee dus we hebben uh, een van mijn eerste investeringen was in uh, Test Gorilla, dus dat is een Future of Work uh, bedrijf. En zij maken eigenlijk uh, de cv overbodig. Dus zij um, zoomen heel erg in op cv-discriminatie. Um, en zij hebben een platform ontwikkeld met allemaal um, ja, testen waarbij. Um, uh, job Applicants. Uh, dus geen cv meer hoeven in te sturen, maar naar dat platform gaan. Ze krijgen dan een aantal testen gebaseerd op potentie. Dus niet zozeer hè, wat, dat voorbeeld wat ik noemde van backward looking. Wat heeft Eva nou ja. gedaan? Maar veel meer, wat kan Eva in de toekomst gaan doen? En is ze geschikt voor deze baan? Um, en zij um, zijn echt, echt heel erg hard aan het groeien. En uh, ja, wij hebben geïnvesteerd toen er nog helemaal niets was. Alleen een plan. Um, en nu zie je natuurlijk dat het heel erg uh, van deze tijd ja, is. Er zijn er meer, hè? die soortgelijke. Uh, de E-culture, uh, e ontmoet ik binnenkort ja. weer voor de tweede keer ja. hier in de bank. Ja. Uh, de zusjes Melkert, die, uh, die is ook volgens mij ja. een soortgelijke. Ja, ja ongeveer uh, tegelijkertijd. Dat is er één. en uh, Een um, bedrijf uit Berlijn, Faju, dat is een climate uh, tech bedrijf. Um, en zij uh, kijken echt naar carbon uh, reduction. Dus zij zitten aan de kant van e-commerce bedrijven, ja. en zoals Zalando. Uh, Vindt het en um, ja, het wordt een beetje een technisch verhaal, maar zij kijken echt van oké: okay, welke producten worden hier aangeboden en in welke um, ja. Lijn van supply chain uh, is het nog mogelijk om uh, Om op te optimaliseren ja. om de ja. om het proces te effici ja. efficiënter te maken zodat er minder carbon print ja. okay. en zij zijn echt uh, ja keihard aan het groeien. dus als percentage jaar... werkt dan kun je echt gewoon die kunnen gewoon zeggen van als we met zoveel procent naar beneden brengen ja. heeft het zoveel dat is wel een business ja. case ja. 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 zeker als grote bedrijven aan ESG reporting en zo moeten doen ja. precies en ik geloof echt als je een over klimaattechnologie hebt dat we daar wel naartoe gaan dat het alleen nog maar groter wordt. maak je heel veel plezier en succes wensen met alles wat je nog gaat doen de ja, komende jaar. Dankjewel, jaren. En, uh, dankjewel voor, je, voor het gesprek hier in de studio voor ZWD TV. Dankjewel. Nee, je dankjewel. Wel en dankjewel voor het kijken naar deze video. En Heb je geluisterd op Spotify? dan dank je wel voor het luisteren. Vond je het nou leuk en wil je meer horen? dan abonneer je vooral op de podcast. En zit je op YouTube te kijken, blijven verhangen zometeen twee nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi.